De werkzaamheden op de kruising van de Washingtonstraat en de Quattaweg zijn in het weekend afgerond. Volgens PR-officer van de Surinaamse waterleidingmaatschappij, Edmund Blufpand, zijn de werkzaamheden vlotter verlopen dan verwacht. Ook hebben de weerschoten, volgens hem, meegewerkt en de asfalteerder kon gelijk aan het werk, omdat de werkzaamheden al af waren. Eigenlijk was geprojecteerd dat de werkzaamheden op 18 november zouden worden afgerond. Dat was inclusief asfalteren. Deze datum was genomen om de werkers ruim de gelegenheid te geven de herstelwerkzaamheden te doen. Het ging volgens Blufpand erom dat een hoofdleiding van de Washingtonstraat vervangen moest worden. Ook was er een overkruising van enkele buizen die onder de weg doorliepen die vervangen moesten worden. Deze werkzaamheden moesten uitgevoerd worden ter garantie van een betere watervoorziening voor Munder, Bennispark en omgeving. Een waterleidingbuis heeft een levensduur van bijkans 30 jaar en deze buizen waren al aan het eind van hun levensduur, zegt Blufpand. De bewoners van Bennispark en omgeving zijn in elk geval opgelucht dat ze nu zonder omwegen hun plaats van bestemming kunnen bereiken.